Triple R Promotions proudly presents Chutney Soca Deluxe, The Beat Rockers, and on special request, Sadhana Leela. I want your wine on me, I want your wine on me, I want your wine on me, wine on me, wine on me. And if you have a chutney fever, somebody I'm a gila gila jow, somebody I'm a gila gila jow. A fussy fire dancey, me no more me savey, a sandal tea make me low. Tijd om in te pakken again. Goedemorgen, het is alweer zondag 5 mei en we vliegen vandaag terug naar Nederland. Gisteren was echt tof, leuke afsluiting van de tour. Van ja, laatste gig was in Olifant. Het was echt leuk, was echt gezellig. En we zijn nu druk aan het inpakken. Dan strakjes richting de Zanderij inchecken, koffers afgeven en borden. En dan weer lekker naar huis. We hebben echt genoten. En ja, Rink Tenai heeft het echt fantastisch geregeld voor ons. Echt een hele goede service. Dus ik wil Triple R Promotions echt bedanken voor deze tour. Voor het mogelijk maken van deze tour. Zo super verzorgd en alles. En dan natuurlijk met name Rink Tenai. Ik wil Beatrockers bedanken. Ze hebben me echt super begeleid. En Ricky Ramdien volgens mij van formatie No Mercy, die heeft ook meegespeeld met de gigs, met twee gigs. Daarna viel Ramu in, volgens mij ook van No Mercy, van ik weet niet precies welke band, maar daarna viel Ramu in op de percussie. En Kieran van Extens volgens mij, die heeft de laatste gig meegespeeld. Toetsen is Kieren. Heb ik al vaker mee opgetreden. Toffe gast. En het ging lekker. En even kijken. Het was ook AJ's laatste optreden met Beatrockers. Heeft hij ook heel goed gedaan. Leuke afsluiting was het. En even kijken of ik niemand vergeet. Ja, met Devika en Kia heb ik het ook fantastisch gehad. Heel leuk gehad. Fix Project, mijn manager of course. Ook bedankt. Personeel in het hotel hier in Hotel Babylon is ook super top hotel. Er kwam echt niks tekort. En Tigri natuurlijk, de chauffeur, onze vaste chauffeur eigenlijk. Elke tour, die, ja, daar heb ik nooit iets over te klagen. En ja, in het speciaal ook Donovan Carson van Beatrockers bedankt. Ja, hier nog meer. Alle support, alle steun, alle mensen die, ons gesupport hebben tijdens het optreden, tijdens de gigs, tijdens de tour. Ontzettend bedankt. Alle radiozenders, tv-zenders. Weet je, iedereen die gewoon betrokken was bij deze tour. Ik hoop echt dat ik niemand vergeet. Maar thank you so much. We hebben echt genoten. Ik heb het echt heel leuk gehad. Wauw. Hé, je maakt wat jaloers. Want ze gaat winnen. Oh, kijk, ik zie dat. Dat is wel een verrassing, hoor, dat mijn meisje bij je. Ja. Oh, leuk, mooi. Wat een makkelijke mama. Zijn jullie bij de show geweest? Ja, ja, ja. Ja, gisteren was ik op mijn weg gegaan. Echt waar? Ja, ja, ja. Ja, volgende keer met z'n allen komen. Ja. Ja. Was die show nog niet afgelopen? We waren even bij Hermitage. Even snel nog wat gaan eten voordat we gaan vliegen. Voordat we naar Zanderij gaan eigenlijk. En het is ongeveer op 10 minuten loopafstand vanaf het hotel. Maar in die hitte is het wel zwaar, weet je. Dus we dachten van we gaan gewoon op een taxi wachten.
10 minuten gewacht, geen taxi. En ja hoor, we beginnen te lopen. 5, 6, 7 taxis achter elkaar gewoon. Echt jongen, waarom is dat altijd zo? Ah. ga maar weg. Zo. Dankjewel, hè, doeg. Wacht even. Hé, wacht even. Zo. Hi. Alles goed? Ja. Wat zei je? Die is beneden met mama. Die komt straks. Ja. Ja. Zo, voorzitter weer opgeks. Ja, man. Even laatste inkopen gedaan op Zanderij. Laatste dingetjes. Mm-hmm. Voordat we gaan vliegen strakjes. Zo snel gegaan. Echt niet normaal. Nou, ik ga even een fotootje maken. Ja. Waar ga je? Met vliegtuig. Met vliegtuig. Tot snel weer Suriname, dankjewel voor alles. Triple up emotions. Tot de volgende tour weer. Hi. Fantastisch haar ontvangen van Josh Hair. Deze had ze eigenlijk naar mij toe gestuurd, Pinky van Josh Hair, voor de Suriname tour, maar helaas kwam die net een dag te laat aan. Toen zat ik al in het vliegtuig en ja, daar baalde ik dus wel van, want hij is wel ontzettend tof. Maar ja, weet je. Hey allemaal, Sadna Lila hier. Hey allemaal, Sadna Lila hier. Ik ben weer terug in Nederland na een fantastische tour in Suriname. Samen met Beach Rockers hebben wij het land op zijn kop gezet. En nu is het eindelijk de beurt aan Nederland. Rabbit Promotions organiseert welkomstparty Beach Rockers in Saldolari. Met een fantastische lijn.